Welkom allemaal bij deze gratis geschonken call. Zorgen voor jouw lichaam in de winter. Dus ik ben een facilitator van Access Consciousness, driedaagse bodyclass facilitator, talk to the entities facilitator en bewegingsfacilitator. En ik hou ervan om te spelen met de vreugde van belichaming en toegang krijgen tot meer vriendelijkheid en zorgzaamheid voor mijn lichaam. En ik word ook altijd erg blij van als mensen dat gaan exploreren voor zichzelf en geïnspireerd worden. Mocht je problemen hebben met de Zoom, de meeste mensen kunnen het wel horen, dus probeer even in en uit te loggen. Kijken wat dat creëert. En we hebben deze Zoom gecreëerd omdat ik naar Europa kom, naar Amsterdam, een klein dorpje buiten Amsterdam, voor wat classes in februari. En we zijn echt gaan exploreren wat het is om jouw lichaam te verzorgen in de winter. Het kan soms gemakkelijker lijken om je lichaam te verzorgen in de zomermaanden. Als het warm is en je lekker in de zon bent. En hoe zou het zijn om te gaan exploreren hoe je voor je lichaam kunt zorgen in de winter? En ik merkte zelf ook toen ik in Ierland was, de afgelopen weken, dat het gemakkelijker is om je gewaarzijn met betrekking tot je lichaam uit te zetten als het koud is. Dus we bedekken zelfs ons lichaam, we verstoppen ons lichaam. Dus wat als we vanavond de verschillende aspecten kunnen gaan exploreren, want je hebt een fysiek lichaam waar je naar kunt kijken, maar je kunt ook kijken naar hoe ga je mentaal voor jezelf zorgen, spiritueel en in je energetische lichamen. Want je hebt een fysiek lichaam, maar je hebt ook energetische lichamen. Dus laten we beginnen met het fysieke lichaam. Dus als we kijken naar ons fysieke lichaam, wat behoeft jouw lichaam dan om te floreren en zich goed te voelen? Dus je lichaam behoeft beweging, eten, wat een bijdrage is, vloeistoffen. En je lichaam heeft ook behoefte aan aanraking. Dus waar vraagt jouw lichaam om in de wintermaanden wat anders is dan misschien in sommige van de zomermaanden? Is de beweging waar je lichaam om vraagt, verandert die met de seizoenen? Dus iemand zei frisse lucht. Dus ik wandel veel hier in Ierland. Want als je veel bergen of meren of water of bomen om je heen hebt, dan kun je dus heel goed zorgen voor jouw fysieke lichaam. En als jij in de natuur bent, wist je dat je ook kunt intappen op veel van de entiteiten en geesten van de aarde, van de natuur. En sta jij je lichaam toe om te ontvangen van het rijkdom wat de geesten van de aarde voor je zouden kunnen zijn. En wanneer je jouw lichaam fysiek beweegt in de natuur, wanneer je die frisse lucht je longen inlaat, ben je dan ook bereid om van de aarde te ontvangen en van alle geesten van de aarde en natuurgeesten. Dus includeer jij ook de geesten van de aarde? Of zit je in je hoofd? Dus als je jouw lichaam beweegt, hoe beweeg je dan je lichaam? Sport je? Dus als je kijkt naar de energie van het sporten of ik moet bewegen, welk resultaat ben je dan aan het proberen te creëren met je lichaam? En hoeveel van jullie zijn op zoek naar een resultaat met je lichaam? Hoeveel van jullie hebben een agenda over hoe je lichaam eruit moet zien, moet zijn, moet verschijnen? En hoeveel elimineert dat jouw ontvangen van de magie van de aarde, de natuurgeesten en toegang krijgen tot de vreugde van het lichaam? De werkelijke vreugde van het lichaam. Dus overal waar jij je lichaam in bestaan hebt veroordeeld en ontvangen hebt vermeden vanuit de magie van jouw lichaam en de magie van de aarde, zullen we dat nu weer niet gaan ontcreëren.
Right, Wrong, Good, Bad, Pod, Pock, All Nine Shorts, Boys, Pobeds en Beyond. Dus neem een voorbeeld. Je wordt morgenochtend wakker. Dus als je een gedachte hebt van, hey, ik moet sporten vandaag of bewegen, calorieën verbranden omdat ik te veel heb gegeten met de kerst. Dus wat doe je dan? Dan creëer je je lichaam vanuit oordeel. Dus dan gebruik je oordelen om jouw lichaam te motiveren. En je kan ook kiezen om wakker te worden en de vraag te stellen, welke beweging zou mijn lichaam revitaliseren en energie geven vandaag? En dat is eigenlijk in communie zijn met je lichaam. Dus misschien is het naar de sauna gaan, de infrarood sauna, wat hitte opzoeken. Of misschien zegt je lichaam, ik wil in de bergen gaan lopen. En dan ben je aan het creëren met jouw lichaam. Hè? Als jij gaat lopen in de bergen vanuit de energie, ik moet nu lopen, want ik heb gisteren te veel gegeten. Of ik moet afvallen. Dan creëer je eigenlijk meer van dat oordeel met jouw lichaam. En dan heb je eigenlijk ontvangen uitgesloten van jouw lichaam, de aarde, alle natuurgeesten, alle aardegeesten en al jouw energetische lichamen. Dus dan loop je rond tussen de bergen, maar je bent helemaal uit contact met je lichaam eigenlijk. En als jij in de bergen loopt vanuit de energie van dit is de beweging waar mijn lichaam nu om vraagt, wat zou je dan nog meer allemaal kunnen ontvangen? Dus wat zou jij kunnen gaan ontvangen met jouw lichaam als je geen resultaat zou hoeven te behalen met je lichaam? Dus alles wat dat omhoog brengt, overal waar je vermijdt om aanwezig te zijn met je lichaam en je de resultaten die je moet behalen met je lichaam aan het verdedigen bent. Wil je dat nu vernietigen en ontcreëren? Right, wrong, good, bad, pod, pak, all nine shorts, boys, probats en beyond. Dus hoe zou het zijn als je geen oordeel zou hebben over je lichaam? En als je ook geen oordelen meer zou hebben over andere lichamen? Wat zou je dan kunnen horen van je lichaam? Dus als je op dit moment aan jouw lichaam zou vragen, hè, dus, of laten we beginnen met even sorry te zeggen aan ons lichaam. Laten we even een momentje nemen om te zeggen tegen ons lichaam, sorry dat ik eten in je keel heb geforceerd. Sorry dat ik je heb gedwongen om te sporten. Sorry dat ik je heb verteld welke beweging je moet maken. Sorry dat ik je eigenlijk geen vraag heb gesteld over waar jij naar verlangt. En wat als je nu zou kunnen vragen, oké, ik weet dat ik heel veel dingen jouw kant op forceer en ik zou dat heel graag willen veranderen. Zou je me kunnen laten zien, lief lichaam? Laat me zien waar jij om vraagt, waar ik nog niet naar heb geluisterd. En veel van jullie denken misschien dat je je lichaam niet kan horen. En wat als je je lichaam zou vragen om luider te gaan worden dan je hoofd? Sorry, lief lichaam, mijn hoofd is zo luid. En zo veroordelend, zou je luider gaan kunnen worden dan mijn hoofd? En luider kunnen worden dan alle hoofden van andere mensen? Want hoeveel van jullie kunnen alle oordelen die andere mensen hebben over hun lichaam en over zichzelf horen? Het eten, wat ze dragen, hun rimpels, hun grijze haren. Hoeveel van jullie pikken al die gedachten op? En overal waar je naar andermans gedachtes luistert over hun lichamen, die jou niet toestaat om jouw lichaam te horen en de stem van jouw lichaam te horen. Zullen we dat nu vernietigen en ontcreëren? Right, wrong, good, bad, pod, pak, all nine shorts, boys, probats en beyond. Dus wat voor eten zou verzorgend zijn voor jouw lichaam? Lichaam, laat me zien. Laat me zien welk type eten ons energie zouden geven. Als iemand zegt dat ze net porridge op hebben. Dus dat kan van alles zijn, hè? Maar wat als je lichaam ook vraagt, oké, jij wil graag pap eten, porridge. Wat voor porridge
Wil je er iets bovenop hebben? Is er nog iets wat we erbij kunnen doen? En eten is eigenlijk een homeopathische remedie voor het lichaam. En heel veel mensen denken dat ze eten moeten gebruiken om energie te krijgen. Maar wat als het andersom is? Je hebt eten niet nodig voor energie. Een klein beetje eten zorgt ervoor dat je energie kunt loslaten. Het is een homeopathische remedie. Dus welk type eten zou een homeopathische remedie zijn voor jou en je lichaam deze winter? Dus misschien merk je nu twee dingen om. Eten en beweging, het zijn allebei tools om jou toe te staan om meer energie te ontvangen. Dus zodra je eet, zout, suiker, hete thee, warme pap, het is een bijdrage om energie los te laten. En met het loslaten van die energie ontvang je ook energie. Het is een schenken en ontvangen, dus ook met beweging. Welk type beweging zou energie geven aan ons lichaam? En als we bewegen, bewegen we energie en eigenlijk laten we energie los en ontvangen we ook energie. En als je met jouw lichaam en met de aarde zou bewegen, wat zou je dan kunnen ontvangen? Als je alle geesten van de aarde zou includeren, hoeveel meer levendig, vitaal zou jouw lichaam worden en kunnen zijn? Dus welke type omgevingen zouden zorgzaam zijn, verzorgend zijn voor jouw lichaam deze winter? Dus welke type ruimtes is je lichaam op zoek naar? Water, baden? Of verlangt je lichaam om bij het water te wandelen? Excuses voor de vuurwerkgeluiden hier buiten, jongens. Verlangt je lichaam ernaar om op het strand te wandelen? Verlangt je lichaam naar hitte? Is er een infrarood sauna in de buurt? Hot yoga, Bikram yoga, is dat een keuze? Is jouw lichaam op zoek naar meer vloeistoffen of meer vloeiende beweging? Dus vraag je lichaam om jou te laten zien. Dus iemand had het over een droge huid tijdens de winter. Dus welke producten zijn verzorgend voor je lichaam? Welke verschillende soorten crèmes, body lotions of maskertjes? Waar vraagt jouw lichaam allemaal om? Sta je jezelf toe om jouw lichaam te verzorgen en het welzijn van jouw lichaam als prioriteit te kiezen? En hoeveel van jullie gebruiken tijd, geld en familie en relaties als een reden en beredenering om niet goed voor je lichaam te zorgen? Onderbouwing. Dus excuus. Dus alles wat dat is, maal een godseljoen. Zullen we dat vernietigen en ons creëren? Right, wrong, good, bad, potpak, all nine shorts, boys, probat en beyond. Dus dit is een vraag die Dane Heer ons een tijd geleden gaf. Ik ga hem ook even in de chat zetten. Wat is hetgeen waar je van geniet, wat je niet kiest door de tijd, prijs, geld of omdat je denkt dat het niet goed bij je staat? Dus alles wat dat is, maal een godseljoen, zullen we dat vernietigen en ontcreëren? Right, wrong, good, bad, podpak, all nine shorts, boys, probads en beyond. En dat is de clearing statement van Access Consciousness voor de mensen die hem nog niet kennen. Dus het stukje van je vindt dat het niet goed bij je past of goed bij je staat. Dus mijn lichaam vroeg een tijdje om gewichtstraining, gewicht hebben. Maar ik had het standpunt,
ik ga niet graag naar de sportschool. Ik ben een yoga persoon, ik ben een danspersoon. Ik doe die dingen niet. En mijn lichaam bleef erom vragen. En ik weet meestal hetgene wat ik het meeste in verzet tegen ben. Dat is meestal hetgene wat ik als meeste nodig heb. Dus waar ben je zoveel in verzet tegen? Omdat het eigenlijk niet past bij de definitie die jij hebt van jou en jouw lichaam. Dus alles wat dat is. Right, wrong, good, bad, pod, pak, all nine shorts, boys, pobats en beyond. En toen ben ik voorbij gegaan aan mijn standpunten. En toen heb ik mijn lichaam gevraagd. Laat me een manier zien dat we met gewichten kunnen werken. Op een manier die leuk is voor ons. Dus mijn lichaam liet me ook vrijwel meteen zien waar die naartoe wilde. Dus het was meer een soort les waar we met gewichten bezig waren. Maar niet op een manier van de sportschool. Dus hoeveel van jullie hebben geprojecteerd op jouw lichaam wat je wel en niet leuk vindt. En waardoor je dus eigenlijk niet kunt ontvangen waar je lichaam daadwerkelijk om vraagt. Dus waar vraagt jouw lichaam om? Wat voorbij is aan wat jij hebt gedefinieerd als zijnde jou. Dus alles wat je hebt gedefinieerd als zijnde jouw lichaam en als zijnde jou. En als zijnde jou op jouw lichaam. Zullen we dat nu vernietigen en ontcreëren? Right, wrong, good, bad, pad, pak, all nine shorts, boys, probats en beyond. Want er is jij het oneindig wezen. En jij het lichaam. En jij als oneindig wezen heeft allerlei standpunten. En jouw lichaam heeft ook allerlei standpunten. Dus waar vraagt jouw lichaam om wat jij niet wil ontvangen? Omdat jij hebt besloten dat dat niet is wat jij leuk vindt. En we doen het tegenovergestelde ook. Hè? Want we beslissen van ik vind dit eten lekker. En deze manier van bewegen lekker. En dan willen we niet voorbij daaraan ontvangen. Dus wil je op dit moment alles wat je hebt besloten dat je leuk vindt en niet leuk vindt, alles wat je op je lichaam hebt geprojecteerd en overal waar je controle doet en dominant bent en jouw lichaam vertelt wat het wel en niet leuk vindt, zullen we dat nu allemaal vernietigen en ontcreëren? Right, wrong, good, bad, pod, pak, all nine shorts, boys, probat en beyond. Dus Rachel zegt, mijn lichaam wil heel graag zwemmen en ik vind het irritant. Maar ik vind het irritant dat we allerlei voorbereidingen moeten treffen om te gaan zwemmen. Dus je hebt allerlei conclusies over wat het allemaal vergt om daar naartoe te gaan en hoeveel tijd en geld. En je hebt geen zin om het koud te hebben daarna. Dus dan ga je eigenlijk voorbij aan je lichaam. Dus wat als je je lichaam kunt vragen van, hey, kun je een manier vinden waardoor het voor mij ook met gemak is. Dus dan ben je dus met jouw lichaam aan het creëren en niet het gewaar zijn van jouw lichaam aan het verwerpen. Dus jouw lichaam is magisch en als jij met jouw lichaam gaat creëren en vragen gaat stellen aan je lichaam, dan kan je echt magie creëren. Dus wat als jouw lichaam jou een andere manier kan laten zien om dingen te doen? Waar vraagt jouw lichaam om en wat zou jouw lichaam graag met jou willen creëren als je jouw lichaam zou gaan includeren? Dus overal waar je de vreugde van levend zijn met een lichaam hebt geëxcludeerd, zullen we dat nu vernietigen en ontcreëren? Right, wrong, good, bad, pod, pak, all nine shorts, boys, probats en beyond. Dus wat zou jouw lichaam graag willen? Wat vindt jouw lichaam leuk? Wat heb je uit jouw leven geëlimineerd omdat je hebt besloten dat jouw lichaam het niet leuk vindt op basis van andermans standpunten? Alles wat dat is, malen godsiljoen, zullen we dat vernietigen en ontcreëren? Right, wrong, good, bad, pod, pak, all nine shorts, boys, pobads en beyond. Dus iemand vertelt dat hun lichaam om suikerachtige dingen vraagt in de wintermaanden, maar er zit altijd een oordeel bij van dik worden. Dus wanneer jij heel graag suiker wil eten in de wintermaanden, kijk even wat is de energie onder de suiker waar jouw lichaam eigenlijk om vraagt.
Dus er is vaak een energie onder het eten waar jouw lichaam om vraagt. Misschien is het wel orgasme. Dus ben je orgasme met jouw lichaam aan het vermijden, zodat jouw lichaam er naar op zoek gaat in eten. Niemand vermijdt orgasme tijdens de wintermaanden, toch? Ik ben zeg maar een week lang hier in Ierland en ik zo, hoe hebben mensen seks hier als het zo koud is? Dus wat zou je moeten veranderen? Wat zou je anders moeten zijn en doen om orgasme te includeren, de energieën van orgasme te includeren voor jouw lichaam in de winter? Misschien wil je wel een vuurtje stoken, de radiator aanzetten, een sauna doen, hot stone massage, hete baden nemen. Misschien masturbeer je, misschien wil je jezelf aanreiken in je warme baden. En dan breng je dat vuur en die energie terug naar je lichaam, die orgastische energie. En orgasme hoeft niet te gaan over hoe heet het? Het orgasme tijdens seks. Dus het orgasme is niet het hebben van het klaarkomen eigenlijk. Maar orgastische energie is de energie van levend zijn. Dus als jouw lichaam heel veel suiker nodig heeft en je vraagt wat is de energie die eronder ligt, waar mijn lichaam om vraagt. Dus waar includeer ik niet die energie van het orgastisch levendig zijn, ben ik eigenlijk dat orgastisch levend zijn met mijn lichaam aan het afsluiten. Ja, ik heb het heel erg koud. Hoe kunnen we dit veranderen? Lief lichaam, hoe kunnen we deze energie naar binnen trekken? Dus voor mij is beweging een manier om die orgastische energie terug te creëren. Misschien is het muziek, misschien is het kaarsjes aan, misschien is het het dragen van een mooi kledingstuk. Dus wat ben je niet bereid om te zijn voor jou en je lichaam, waar je dus eigenlijk constant er naar zoekt buiten jou, terwijl als je gaat beseffen dat jij weet dat jij de bron bent voor de orgastische energie die je bent met en als je lichaam, dus als je dat zou kiezen, jouw toegang God zou geven tot de magie en het wonder dat jij heet. En alles wat dat niet toelaat, zullen we dat vernietigen en ontcreëren. Right, wrong, good, bad, pad, pak, all nine shorts, boys, poobats and beyond. Dus overal waar jullie allemaal orgasme, seksualiteit, sensualiteit, seks hebben geëxcludeerd van hun lichaam in de winter. Zullen we dat nu vernietigen en ontcreëren? Right, wrong, good, bad, pod, pak, all nine shorts, boys, poets and beyond. Hè? Alleen maar omdat de rest van de wereld het excludeert, betekent niet dat jij dat moet doen. Dus wat als jij jou en jouw lichaam zou kunnen omarmen en ervan zou kunnen genieten, zelfs in de winter? En nu, waar vragen jouw energetische lichamen om? Dus jouw energetische lichamen, hè, we hebben het net over ons fysieke lichaam gehad. Je energetische lichaam zijn je aurische lichaam, je lichtlichaam, je hysterisch lichaam, je kinesthetic body, die kan ik even niet vertalen. Er zijn er nog meer, dus we hebben ons fysieke lichaam en onze energetische lichamen. En onze energetische lichamen creëren ook dingen. Dus waar vragen jouw energetische lichamen om? En voor sommige van jullie heb je misschien het gewaarzijn van iets en anderen van jullie krijgen misschien de energie. Dus als je nu intapt op jouw energetische lichamen. Hallo, energetische lichamen. Zou je me kunnen laten zien waar je om vraagt deze winter, deze maanden? Welke aanraking
vragen jouw energetische lichamen om. Welk energetisch werk vragen jouw energetische lichamen om? Welke clearings vragen jouw energetische lichamen om? Welke ruimte vragen jouw energetische lichamen om? Wat zou jouw energetische lichamen kunnen faciliteren deze winter? Wie of wat zou jouw energetische lichamen kunnen faciliteren deze winter en ook jouw fysieke lichaam deze winter? En merk zelfs op, hè, dus Rachel schreef kaarsenvlam. En merk wat dat creëert in jouw fysieke lichaam en in jouw energetische lichaam. Een zachte deken. Een van deze calls doen, naar wat clearings luisteren. Een lichaamsproces ontvangen. Je bars laten runnen. Orakelkaarten, daarmee spelen, de natuur ingaan. Wat is helend en transformatief voor jouw energetische lichaam? En ook voor jouw fysieke lichaam deze winter? En nu, als we de energieën van orgasme toevoegen, seksualiteit, schenken, ontvangen, wat zou het dan toestaan dat jouw lichaam, fysiek en ook jouw energetische lichamen, dat ze meer levendig worden, dat ze orgastisch aan het vibreren zijn? En trek dat naar binnen. Wauw. En wat als er gewoon heel veel orgastische energie beschikbaar is in de winter? Trek dat naar binnen. En vraag jouw lichaam om jou de weg te laten zien. In deze energieën te actualiseren. Iedere dag. En wat als dit het jaar zou zijn waar jij de prioriteit zou zijn? Dit het jaar was dat jij en jouw lichaam prioriteit zouden hebben in jouw leven. Waar jij de bron wordt voor jou. Waar overal waar je buiten jou kijkt voor iets of iemand anders om iets te zijn voor jou en jouw lichaam, dat dit het jaar wordt dat jij dat gewoon voor jou gaat zijn. Dat jij als eerste de bron gaat zijn voor jou en jouw lichaam. En alles wat dat niet toelaat, zullen we dat nu vernietigen en ontcreëren? Right, wrong, good, bad, pod, pak, all nine shorts, boys, poets en beyond. Dus nu ter afsluiting. Wat als je een pen en papier pakt en dat je vanavond aan jouw lichaam vraagt om jou alle manieren te laten zien waarop jouw fysieke lichaam graag verzorgd wil worden en gevoed wil worden deze winter. En ook hoe jouw energetische lichaam graag verzorgd en gevoed wil worden deze winter. En alle manieren waarop je meer orgastisch en levendig kunt gaan zijn met en als je lichaam deze winter. Lief lichaam, laat mij de weg zien. En dan dag voor dag, keuze voor keuze, blijf je toevoegen
En blijf je meer kiezen en meer toevoegen en beweeg jij daar naartoe. Oké, jongens, we gaan het hierbij laten. Dus als jullie nog niet hebben gehoord van de subtiele lichamen, als jij de 3-daagse bodyclass doet, dus dan ga je 3 dagen lang lichaamsprocessen geven en ontvangen. Dus de lichaamsprocessen werken op je fysieke lichaam, maar ook op jouw energetische lichamen. Dus heel vaak zijn dingen die gaande zijn in jouw fysieke lichaam, zit vaak zeg maar de wortel van het probleem of de bron van het probleem in die energetische lichamen. Dus dat is een beetje het geschenk van die 3-daagse bodyclass, dat we dus werken op het fysieke lichaam en ook op onze energetische lichamen. En dat is waarom we zoveel kunnen veranderen, zo snel, zonder dat we erover moeten praten. Dus als jullie geïnteresseerd zijn, we hebben dus in februari de Geesten van de Aardeklas in Amsterdam, in Nederland. En de 3-daagse bodyclass daarop volgend. En dan hebben we ook een 1-daagse uitnodiging naar de Vreugde van het Lichaam klas. Dus dit is mijn 1-daagse specialiteitenklas, een bewegingsklas. Dus je bent van harte uitgenodigd om daarbij te komen. En ik ben ook in april in Israël voor een 3-daagse bodyclass. En ik ben ook nog op andere plekken rondom de wereld dit jaar. Dus ik wens jullie allemaal een heel gelukkig nieuwjaar. Geniet van je lichaam, wat je ook kiest. En Jamie heeft even de link gepost naar de classes van Nederland. Maar je kan ook naar amyshine.net gaan. Dank jullie wel. Dank vertalers. En dank jullie wel allemaal voor het kiezen van deze call. Dus ik wens jullie allemaal een heel gelukkig nieuwjaar. En tot de volgende. Tot ziens allemaal.